Hier laat ik zien hoe ik hem heb afgedeeld. Ik heb hem vanuit een middenscheiding gedaan. Aan de voorkant laat ik ongeveer 5 cm los. Van achter het oor tot in de nek ongeveer 3. Het overige haar doe ik in een staart. Dat doe ik met een elastiekje en 2 schuifspeldjes. Schuifspeldje erin, elastiekje erom en het schuifspeldje er weer in. Ik verdeel het haar in 2 plukken en maak 2-3 strenge vlechten. De vlecht draai ik om het elastiekje en zet hem vast met schuif of met steekspeldjes. Ik verdeel het haar in 3 plukken. Het eerste deel is vanaf het middenscheiding tot aan het oor. En het haar wat ik over heb, verdeel ik. In deze pluk maak ik een 3 strenge vlecht. Die ik daarna nog even breder maak. Deze pluk gaat ook om de staart heen en zet ik weer vast. Hetzelfde doe ik met de middelste strook. Pak nu een klein strookje bovenop. Verdeel die in 3 strengen en maak een 3 strenge invlecht waarbij je alleen aan de voorkant een plukje erbij pakt. Zorg ervoor dat je hem naar achter houdt en losjes vlecht, zodat hij mooi over het andere haar heen gaat. Ook deze zet ik vast met schuif of met steekspeldjes.
Datzelfde herhaal je aan de andere kant. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!